wat ik nu kan zeggen, ik ben niet ontevreden. Bonaire is een stabiele lokale organisatie van JCI Dutch Caribbean. Ze zijn niet zo oud. Ze zijn een jonge organisatie. En omdat ze niet zo oud zijn, moeten we ervoor gaan zorgen dat ze langer dan 20 tot 30 jaar blijven bestaan in Bonaire. En maybe ook nog meerdere lokale organisaties oprichten. Want JCI heeft geweldige programma's en projecten die we kunnen gaan initiëren binnen de samenleving van Bonaire. Als het gaat om business entrepreneurship. Ik ben nu in Bonaire. Ik zie een heleboel small businesses. En er kunnen natuurlijk meer komen. Want Bonaire is namelijk een toeristisch eiland. En ik denk dat we samen met JCI kunnen kijken hoe we kunnen werken aan business entrepreneurship. En ik ben ervan ook overtuigd dat er mensen zijn in Bonaire die een belangrijke bijdrage hebben geleverd als het gaat om education, gezondheidszorg, een technische innovatie, noem maar op. Hebben we een speciaal programma, de 10 Outstanding Young Person, waarbij de lokale samenleving jonge mensen kan nomineren om ze eigenlijk te gaan waarderen voor de bijdrage die ze allemaal hebben geleverd en nog steeds leveren in de lokale gemeenschap. En wil je gewoon meer kennis weten over de organisatie en vooral de leiderschap en de verandering wil brengen, dan moet je je aansluiten bij de Junior Chamber International, JCI. Aansluiting, heel belangrijk. Hoe kunnen de jongeren dit doen? Hoe kunnen jongeren meedoen? Simpel, JCI, you will be. Zeg ik het goed, ja? Heeft een Facebookpagina. Ze zijn ook op Instagram. Ze kunnen namelijk dit platform volgen met alle activiteiten, alle meetings en projecten die er zijn. En als je nog sneller antwoord wil krijgen, stuur maar gewoon een berichtje naar de Facebookpagina. En ik weet dat de mensen van JCI hier in Bonaire assertief zijn. Er wordt zeker gereageerd, zodat je mee kan doen om verandering teweeg te brengen. Want dit jaar zeggen wij met z'n allen, let's make a difference. En het is tijd om inderdaad het verschil te maken binnen onze lokale gemeenschap.